Yo mensen, Groen van DNPNL met daar een nieuwe video voor je. En vandaag ben ik hier met mijn laatste twee potjes van de Weekend League. En ja, zoals je misschien kan horen, ben ik een klein beetje schoor. Dat kan gebeuren. Zojuist was Feyenoord PSV en ja, we weten allemaal hoe dat gegaan is. In ieder geval, ik heb al twee potjes en ik kan weer elite worden. Echt, het is voor mij echt elke week dat ik het gewoon nog kan verpesten. Of het nog kan halen. Deze week was echt mijn slechtste ooit. Ik ging 3-2. 3-2! En nu ga ik dus 21-7 en nog twee potjes winnen en dan ben ik elite. Maar we gaan het gewoon proberen. Dus zeker een duimpje op deze video. We hebben de 9000 likes op de vorige video helaas niet gehaald. En daardoor was er gisteren geen video. Maar als we deze video de 3000 likes halen, we beginnen gewoon weer opnieuw. Morgen een nieuwe video. Kijken of we nu een langere streak kunnen voorzetten dan de vorige. De vorige streak was wel flink trouwens. Volgens mij 6 of zo. Ja, als ik een keer in wat het zou doen, zou kunnen checken, maar helaas heb ik dat niet, dus kan ik het helaas niet checken. Laten we zien of we de 6 kunnen verbreken. 3000 likes is morgen een nieuwe video. Laten we eerst maar even hopen dat we elite kunnen halen. Ja. Oké, let's go. Daar gaan we dan. Het allereerste potje mensen. Ja, ik moet hem gewoon winnen. Oké, daar gaan we dan. Dit is mijn tegenstander team. Oh, hij heeft een spits ik niet ken. En hij heeft ook Promes. En het is echt een heel slecht team. What the fuck? Wat is dit? Wat is dit nou voor team? Wie is die spits überhaupt? Ik heb nooit van hem gehoord. Hij heeft wel Ferdinand, die 90 Ferdinand is echt goed, heb ik gehoord. Dus dat is wel een beetje minder. Ik zie alle pro's dus 90 Ferdinand gebruiken. Ik begin nu dus te denken van, waarom heb ik blank als iedereen 90 rated Ferdinand gebruikt? Moet ik dan ook niet gewoon 90 rated Ferdinand hebben? Maar ja, Griezmann. Oh, ja, lekker Suarez. Neem anders even het schot aan. Ja, maar even serieus, als ik dit verlies, dan ja, dat zou echt ongelooflijk zijn. Ik heb de laatste twee potjes hiervoor. Ik ging dus, ja, ik ga even vertellen mensen hoe ik gegaan ben. Ik begon dus met 3-2. Nou, echt fucking dramatisch. Maar uiteindelijk ging ik 9-3. Volgens mij toen 12-4 of zo. Ja, toen ging het echt heel slecht. Even toen verloor ik twee keer achter elkaar. Maar toen ging ik dus uiteindelijk 17-7. Ja, toen moest ik dus alles winnen. En nu ga ik dus 21-7. Dus heb ik 4 potjes achter elkaar gewonnen. Maar de laatste twee potjes heb ik dus allebei. Nee, één in een verlenging en die andere gewonnen met penalties. Het waren allebei wel terechte overwinningen. Maar nog steeds was het wel een klein beetje tricky. Laten we dus hopen dat deze wedstrijd wat makkelijker gaat. Want ik heb geen zin om weer penalties te moeten nemen. En deze gast echt niet zo'n goed team. Hij heeft natuurlijk die, hoe heet die ene gast? Ja, de 1-0. Oh, hij heeft natuurlijk die Ferdinand, maar voor de rest, heel matig teampie. Griezmann, doe maar, jongen. Oh, bad timing. Oh, ja, teleurstellend. En Mbappé geeft die voorzet maar. Ah, matige voorzet. Daniel 0014 heeft hem. Hoe doe je met die keeper zo nep uitrollen? Ik weet niet hoe dat moet. Oh, mijn god. Ah, dit is zoveel pech. Dan maak je tegen gewoon fout. Dan moet je gewoon voor afgestraft worden. Nu wordt hij niet afgestraft. Kijk, zo leert hij er nooit van. Ik heb trouwens net gekeken, mensen. Ik heb dus die Varane. Die heeft nu 240 wedstrijden voor mij gespeeld. 240. Dan mogen jullie raden door het polletje rechtsboven hoeveel goals hij heeft gescoord. Ja, ik geef je nog even de tijd. Die voorzet die gaat er niet in. Weer slecht. Ik heb hem zelfs passing erbij gegeven. En nog steeds een slechte voorzet. Oké, ik ga nu antwoord geven op het polletje. Het antwoord is 0. In 240 wedstrijden 0 goals. Heerlijk. Fantastisch. Hoe dat in godsnaam mogelijk is, dat hij nog nooit de corner erin heeft gekopt. Dat komt waarschijnlijk omdat hij bij corners altijd achter blijft staan. Dat zal wel mee te maken hebben. En ik ga nu met 1-0 achterkomen. Oh, ik liep met mijn keeper. Want ik dacht dat hij ging finesse. Deed hij niet. Nu sta ik 1-0 achter. Karma. Moet je maar niet lopen met je keeper. Ja, lekker gedaan, Koen. Goed, dat is ook Promes, ja. Je kan niet verwachten dat Promes met zijn rest gaat schieten. Maar ja, deze tegenstander is gewoon nou, niet heel goed. Maar ja, ik ook niet, want ik sta 1-0 achter. Wat een lekkere stem heb ik toch. Heerlijk. Ik moet me even gaan concentreren, anders gaat het helemaal fout. Dat moet ik niet hebben. Promes, dit is lekker het slechtste team. Oh, hij geeft me gewoon een pannen. Het slechtste team waar ik de hele weekend niet tegen gespeeld heb. En ik sta gewoon 1-0 achter. Daar gaat hij, Mbappé. Oh, hij loopt ook met zijn keeper. Schiet ik hem nou uit mezelf zo... Wat is dit toch? Sinds die nieuwe patch, als je niet perfect time, schiet je hem gewoon mokerver over. Het staat echt helemaal nergens op. Maar ook niet gewoon een beetje over. Nee, echt huizenhoog over. Gewoon iedere keer met oranje timing. Ja, is niet normaal. Gewoon echt, ja, echt meters. Oh nee. Wat doet mijn keeper? Nou, hier denk ik nog echt niks. Oh mijn god. Wat gebeurt hier? Oh, wat een mokerspel. Hoe kan dit nou? Ik weet niet wat mijn keeper. Die ging lopen en zo. Ik druk niet op driehoekje, dat weet ik zeker. Man, als ik 2-0 achter, terwijl ik hem echt al moet scoren. Net. Maar ja, ik weet niet wat het is. Maar zo, ja, echt. Ja. Oké, hier kon ik weinig aan doen, die tweede. Maar god, ik sta echt achter tegen het slechtste team ooit. Hij heeft ook gewoon 3 schoten. Ja, hij heeft gewoon meer schoten. Nee, ik moet echt full focus nu die punts van binnen steken. Maar ik heb er echt geen vertrouwen in. Oh man, die 1-0 was zo dom naar mijn eigen lopen. Die 2-0, nou, ik weet niet wat er allemaal gebeurde. Courtois had er geen zin in ieder geval. In ieder geval geen zin om een bal tegen te houden. Dat is het enige wat zeker is. Gaan we even aanvallend spelen. Maar ja, 1 schot en 1 helft is natuurlijk ook niet echt goed. Ja, wat ben je nou aan het doen, jongen? Vuile tijdrekkende flapdrol. Gaat toch terug. Ja, wat doe jij? Oh, je wordt er niet goed van. Hé, hey, slaat hij ook nog eens kant deze gezicht. En zou je zien, dan komt hij eruit. Maakt hij 3-0 ook. Dan heb ik helemaal para. Gaat toch naar binnen weer. Ja. Oh mijn god. Nee. Ja, beter. Winnen. Nee, is kansloos. Nee. Hallo. Oh mijn god. Wat gebeurt hier allemaal? Dit is toch niet serieus te nemen. Ik weet niet wie deze spits is en hij scoort tegen mij. Ik sta gewoon 3-0 achter. Wat ben je nou aan het doen? Oh, Stuani. Christian Stuani. Kijk hoe hij die bal weer meekrijgt. Achterin rondspelen wordt gewoon beloond. Hij neemt ook aan.
kopt hem nog even. Oh, langzaam kortsluiting. Mensen, spijt me dat jullie dit moeten zien. Dit is echt absoluut niet mijn weekend. En het voordeel is wel dat die inform packs zijn echt mega slecht. Oké, dit is mooi. Dit is 3-1. Nee, dit is ook echt een fucking raar 3-1. Maar oké. Met de rechterbeen van en niet de time. Als ik op time schiet ik hem 200 meter over. Dus wel lekker goed. Ja, wel lekker ding. Maar in ieder geval, die elite packs, die zijn zo slecht. Oh, die echt. Kan je beter een 100k pack hebben. Dan heb je meer kans op een nog goede speler. Hij gaat toch weer terug. Hij gaat toch weer terug. Dan gaat hij tussen keeper. Dit meen je toch niet. Het is de 60ste minuut. Je gaat gewoon karma krijgen als je zo doorgaat. Oh. Ik kom ook helemaal niet. Ik heb helemaal geen kans. Gaat hij nog fluiten? Gaat hij nog fluiten, de gozer? Ja, scheids. Ga je lekker blom. Jonge. Ik stond ultra verdedigen. Vandaar dat mijn team niet aanviel. Oh mijn god. Waarom gaat hij... Ik heb hem daar niet opgezet. Daar ben ik toch vrij zeker van. Of ik ben echt helemaal gek aan het worden. Maar ik kan me ook niet voorstellen waarom ik hem op ultra verdedigend zou zetten. Of niet, jee. Hey, hoe kan dit nou, man? Ik heb het al vaker dat hij ineens op ultra verdedigend staat. Schiet! 3-2, kom op! Ja, hij gaat sowieso achterin rondspelen, maar hij ging lekker lopen met skip. Hij dacht, ik doe finesse shot. Haha, dat had ik je. Oké, kom op dan. Eén goaltje, mensen. Het moet kunnen, het moet kunnen. Ik ga nog een kans krijgen, ik voel het. Ja, eigenlijk niet. Hij gaat achterin rondspelen, maar... En nu op Neymar. Neymar, ga jongen. Oh, de keeper houdt hem. Nee, wat een kans. Gun me die corner. Al dat tijd rekken. Nee, natuurlijk niet. Nou ja, hij... Nee. Deze man. Oh, ik ga ook geen woorden aan je vel maken. Want je hebt gewoon van me gewonnen met een fucking slecht team. En eigenlijk is het gewoon wel terecht dat je dan zo speelt. Maar toch, waarom doe je het nou? Je verpest toch FIFA gewoon voor mij? Oh, ja, ik had even geschoten. Maar oh, klote, de choke. Nee. Ik haal mijn leven. Laatste potje voor spek en bonen. Ongelooflijk, wat een potje. Maar ik moet ook zeggen, deze weekend verdien ik het ook echt niet. Want ik speelde echt fucking slecht. Mijn laatste potje kon ik tegen deze gast met op zo'n goed team. Ja, hoe heb ik van de vorige team verloren? Het is echt ongekend dat ik daarvan verloren. Dan mag je ook gewoon niet klagen. Al had hij 9 minuten lang de bal met zijn keeper vastgehouden. Van zo'n team mag je natuurlijk 3 goals tegen het team met Promes en Stuan die ik niet eens ken. Ja, dan heb je heel matig gedaan. Ik moet zeggen, ik baal wel van stekker. Ik word er wel een beetje naar van dat ineens ik op ultra D sta, terwijl ik hem daar echt niet op gezet heb. Dat is gewoon oprecht een glitch. Net zoals soms die spelers wisselen van positie, word ik ook een beetje naar van. Maar ja, misschien had ik ook wel wat iets eerder misschien door kunnen hebben dat ik ook daadwerkelijk op ultra D stond. Oh, geef hem dan op het team, man, Suarez. Mensen, Suarez, ondanks dat ik je weet het, ik vind Suarez op FIFA echt heel goed, maar hij heeft het gewoon niet meer. Ik moet gewoon Ronaldo kopen. Daar komt het eigenlijk op neer. Hoe veel mensen ook zeiden dat ik blank nodig heb, ik moet gewoon die negative rated Fernand hebben. Die is gewoon fucking goed, zeg ik. En iedereen gebruikt hem, dus ja. Het zou best lullig dat ik nu dit potje ga proberen te winnen, terwijl ik nergens meer voor speel. Misschien moet deze gast nog wel één potje voor Elite. Maar dat maakt me geen ene ster uit, want hij speelt met Davinson Sanchez en Van Dijk achterin. Nou, en daar word ik toch helemaal scheidsziek van. Heeft hij ook Fabinho? Ja, waarschijnlijk wel. Ja, hij heeft Fabinho ook nog staan. Nou, dan heb je echt zoveel overpowered spelers, dan verdien je gewoon te verliezen. Ja, en op het moment dat ik dat zeg, gaat hij de 1-0 maken. Nee, lekker belangrijk. Wel. Ja, doet hij toch wel. Mensen. Maar ik heb gewoon geen coin. Dan moet ik heel veel packs gaan openen. Maar die 7,5k packs zijn zo slecht. Echt zo slecht. Scheids! Hallo! Mensen, laat even achter in de comments hoe jij bent gegaan in de Weekend League. Hopelijk wel beter dan ik. Ik hoop dat jullie allemaal elite halen. Ik weet gewoon niet wat het is. Sinds die nieuwe patch. Ja, ik weet het niet, man. Ik vind het gewoon kloten. Ze hebben dat time finesse, dat time shooting hebben ze gedaan. Nou, als je niet meer in het groen schiet, schiet je echt... Echt fucking slecht. Dus ik denk van ja, maar op zich is dat ook alweer goed. Maar ja, ook alweer wennen, weet je wel. Ja, ik weet niet of ik daar blij mee ben. Ik weet niet, het speelt gewoon, ondanks dat ze zeggen dat ze niet zo heel veel veranderd hebben, speelt het gewoon zo anders. Ik zei het ook op Twitter al. Weet je wat ik dus raar vind? Aan het begin van FIFA ging echt elke omhaal erin. En dat was wel bullshit. Zeg maar, ik vond het op zich wel leuk, maar het was wel bullshit. Want dat sloeg nergens op, want echt Varane, die schoot elke omhaal erin. Maar ik vind het zo raar dat EA zegt van ja, we gaan niet zoveel veranderen aan de game. We gaan het gewoon zo laten. Dat zeiden ze op dat capture event tegen ons. Dus niet meer dat het op dag 1 gepatcht werd, zoals FIFA 18, dat het toen echt een enorm klootspel was. Maar ja, nu is het toch gewoon echt weer een heel ander spel dan als je op dag 1 kijkt. Op dag 1 scoorde je omhalen, jongen. En allemaal mooie, leuke goals. Sinds die laatste updates, ik heb geen omhaal meer gescoord. Ook geen mooi doelpunt meer. Zeg maar wel af en toe een mooi doelpunt met Pasen, maar niet meer een mooie volley of zo. Ja. En daar baal ik een beetje van. Maar ja, die 5 e-sporters die FIFA 19 spelen, zijn hartstikke blij mee. Dus ja, daar doen we het natuurlijk voor. Hoppa, Mbappé 1-0. Lekker. Sorry, goos. Het spijt me dat ik je dit aandoe. Dat ik speel terwijl ik niks meer hoef te winnen. Ik weet, het is gemeen, maar ik ben gewoon tilt. En dan doe je dat. En scoor gewoon die 1-1 gewoon gelijk van het achteren. Kijk, in plaats van dat je timed finishing, weet je wel, dat je dan denkt van, nou, laten we doen dat als je in oranje schiet, dat je dan 40 meter overschiet. In plaats van dat je dan gewoon even die kick-off glitch fixt ofzo. Dat je CDM's gewoon wel lopen aan het begin. Ja, dat zou toch wel lekker zijn. Mensen, ik zit er gewoon echt zwaar aan te denken om een nieuw team te kopen. Ik heb best wel wat geld als ik alles verkoop. Eigenlijk wil ik gewoon Neymar er wel inhouden, want Neymar vind ik echt nog steeds heel goed.
En Griezmann wil ik eigenlijk ook wel inhouden. Maar eigenlijk wil ik gewoon die Mbappé, want die kan er echt geen ene. Die kan er gewoon echt geen tyfus van. Ja, ik weet niet hoor, maar ook die in vorm, hij is wel goed. Oh, kijk, hij is wel goed, maar niet 700k goed. En zijn normale kaart is ook goed, maar geen 400k goed. Ik weet ook niet hoe mensen met hem kunnen spelen kunnen zeggen van, oh, hij is echt goed. En mensen zeggen ook dat hij beter is dan Neymar. Nou, daar snap ik dus echt helemaal niks van. Volgende weekend league. Nou, ik weet niet. Ja, ik haal nu misschien 21 winst. Dat is niet echt in de buurt van 25. Dat is een uitstekende berekening. Dit is een goal. Ja, het is een heerlijk doelpuntje. Lekker. Uitstekende voorzet. Goed paasje. Neymar met het doelpunt. Prima. Lekker. Neymar is echt goed. Ik wil echt 10 hier Neymar, mensen. Die moet ik echt hebben. Maar ja, die coins. What the fuck? Kom, MLP ertussen. Ja. 37 P's. Punt zo. Kijk, 37 P's is leuk op MLP. Maar ja, P's in dit spel. Er wordt altijd iedereen ingehaald. Dus ja, op zich is dat wel aardig aangepast. Want ik vind het wel goed zo. Maar ja, je hebt er dus niet zoveel aan die P's. Zeg maar, Alonso haalt MLP gewoon in hoor. Gewoon rustig. Gewoon zonder enkele moeite. Kijk, Richarlison is hierdoor, maar dat maakt geen reet uit. Want ik heb Varaan. Nou is Varaan ook wel echt heel snel. En Richarlison niet zo heel snel. Ja, wel snel, maar echt even snel als dingetje maar. Dan nog, zeg maar, vroeger had je letterlijk een snelle speler. Maakt niet uit wie. En je rende letterlijk iedereen eruit. Het was een diepe bal en je was 1-1 met de keepers. Dat hebben ze echt wel goed aangepast. MLP, ja. Wat is dit toch? Nou, dan ga ik Griezmann. Met de chip. Easy goal. Easy! Griezmann is echt goed. Ja, Griezmann moet ik eigenlijk niet weg. Eigenlijk moet ik gewoon die 90 rate halen, maar die is een miljoen. Maar ja, die gaat wel geüpgraded worden. Straks is die 91, dat is wel echt lekker, hè. Dat moet ik eigenlijk wel hebben. Ja, als we heel eerlijk zijn, moet ik die eigenlijk wel hebben. Eigenlijk moet ik die hebben en Ronaldo. Dan heb ik in ieder geval een hele goede aanval. Ik heb natuurlijk Van Dijk een tradable, Kimpembe een tradable, daar kan ik wel wat mee. En wie moet ik dan op goal? Ja, krijg je dat weer. Ja, je moet eigenlijk Courtois op goal. Kimpembe kan je eigenlijk niet gebruiken. Maar dan moet je Varaan namelijk achterin. Nou, dat kan. Dan moet je een Franse rechtsback. Nou, dan kan die Lala op rechtsback. En dan moet die Robertson in vorm op linksback. Maar ja, die Robertson, ja, word je daar vrolijk van? Nee. Is dat een Elite 2 zwerver in de Weekend League? Dat dacht ik ook niet. Hallo, Blank. Waar ben je benen verloren of zo? Jongen, 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 jongen. Goeie bal. Griezmann. Oh mijn god, jongen. Ja, het is ook 3-1 voorstaan, maar... Oké, mensen, we hebben 2 pot gewonnen, maar het maakt niks uit. 22 wins, 8 losses. Geen Elite 3 deze week. Volgende week nieuwe kansen. Ik ga echt op zoek naar een nieuw team. Ik moet eigenlijk een soort talentenjacht doen. Naar welke spelers ik moet krijgen. 50.000 coins of zo. Lekker. En 200k pack. Ja, 100k pack is gewoon beter dan zo'n inform pack. Want de inform packs zijn echt heel slecht. En met zo'n, ja, je hebt gewoon meer kans op een goede speler voor mijn gevoel. Met een 100k pack. In ieder geval mensen, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video. 3000 likes zijn helemaal top zijn. En heb ik morgen een nieuwe video. Dat moet zeker lukken. Abonneer waar ik het nou zo niet heb gedaan. Wil je er meer van zien, dan kan ik klikken hier of hier. Wil je mij abonneren, kan ook. Klik aan hier op dat rolletje, op dat lekkere bolletje. Druk op dat belletje, hashtag teambelletje. En dan zie ik jullie bij de volgende video. Zie ik veel met de volgende keer. En je zegt doei, later.